claro, bueno. Es todo tan claro. Superstar. Ja, best wel wat tijd verloren hadden. Maar naarmate de rally doorging, was eigenlijk terug naar de volgende week te boksen. En dan voelt deze wel echt heel goed. En wat ga je hier doen in het ijsberg? Ja, ik wil wat echt super, joh. Top, top, joh. Ja, Paul heeft het super gedaan. Ja, he, mooi, echt. Ja. Hallo. Hey. Super, joh. Echt goed genoten, joh. Super. Hey. Succes, hè? Dankjewel. Wat leuk dat jullie hier allemaal zijn. Dat betekent dat we toch niet voor niks in de zandbank hebben gezeten. Maar wij zijn ontzettend blij met dit resultaat. En die is zwaar en zwaar bevochten. En als ik zie hoe die monteurs elke nacht weer doorhalen om, ik zal niet zeggen brakken, maar halfgesloten auto's die s'avonds het bivak weer binnenkwamen om die weer optimaal te krijgen voor de volgende dag. Ja, dat werd een ongekende prestatie geleverd door die mensen. Echt waar, mensen, ik wil echt een applaus voor deze mannen, want die hebben echt afgezien van niet het topje. Dat was geweldig. Dat was zo super. Hij was zo zwaar, zo extreem. Dat was, ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dan moet je er zelf bij zijn om er een beetje gevoel bij te krijgen. En dit jaar was hij nog zwaarder. En toen kwam ik toch wel in de problemen. En alleen dan komt denk ik wel ons handelsmerk naar boven dat wij ondanks problemen nooit opgeven. En we zijn natuurlijk door de groot geholpen, maar ik heb in het verleden ook al zoveel mensen geholpen. Dat is een stukje wat bij Dakar hoort, maar dat moet wel gebeuren op het juiste moment, op de juiste plaats. En de mensen moeten je ook willen helpen. En dat zijn credits die je in het verleden op moet bouwen om in de toekomst van te kunnen profiteren. En als jij dat niet hebt, dan laten ze jou daar liggen en dan ben je natuurlijk klaar. Dus uiteindelijk voor ons een zware Dakar, gefinished, meer dan dik tevreden. We hebben zoveel dingen meegemaakt. Ik kan het niet goed vertellen. Mensen geloven dat denk ik ook niet. Dat moet je meemaken. Dat is denk ik ook wat Gert zegt. Je moet erbij zijn. Vooral de samenwerking die je hebt in de cabine. We waren goed op elkaar ingespeeld. We moesten het eerste weekje best wel een beetje wennen aan elkaar. Want je rijdt toch weer op snelheid. En dan is het ook altijd maar net de vraag. Zijn we allemaal aan elkaar gewend? En wat was nou echt de meest bijzondere dag voor jullie? Nou, voor mij was dat zeker wel de MT Quarter, de Groningen Stage. Dat is een stage die 48 uur eigenlijk is. Daar heb je 48 uur de tijd om 640 kilometer te halen. Maar dat is dus een speciaal moment. Als je doorgaat met vechten, kom je uiteindelijk bij deze medaille. Het team van de Groot Fresh is eigenlijk net zo'n team als het Euro-team van de Brink uit Haskamp. Dat zijn echte mensen die voor elkaar klaarstaan en die helpen elkaar.